Voorafgaande aan FC Groningen Feyenoord lopen we voormalig assistenttrainer Raymond Liebrechts tegen het lijf. Liebrechts is onlangs door Robert Maaskant en manager technische zaken Henk Veldmaten gevraagd om de komende tegenstanders van FC Groningen te analyseren. Zo zag hij Feyenoord vorige week met 5-1 winnen van NEC. De uitslag van 5-1 in mijn ogen was wat overtrokken. En, nou, in ieder geval de zwaktes en de mogelijkheden aangegeven bij Robert, ja, wat we eventueel nog hieraan kunnen doen. Natuurlijk zijn wij heel benieuwd naar de zwaktes van Feyenoord. Ik vond Feyenoord in de opbouw toch wat traag, zeg maar, in de handelingen. En met name de ruimtes die er weg worden gegeven bij de backposities met Janmaat en Nelom, die veel opkomen. Ja, daar liggen in mijn ogen wat mogelijkheden. En ook in het centrum van de verdediging, waardoor ook NEC vorige week kon scoren. En ik denk daar ook mogelijkheden liggen voor FC Groningen. Het maken van analyses is natuurlijk ook onderdeel van het trainersvak. En je houdt in ieder geval nog binding met het veld. Oud-collega ook met Robert Maaskant en de andere trainers die hier nog werken, met Ruus Hesp en Erwin van der Looy die ik nog ken. Dus wat dat betreft is het allemaal old boys network. En nou, we hopen daar in ieder geval ons voordeel mee te doen. Liebrechts was tussen 2005 en 2010 assistenttrainer van Ron Jans bij FC Groningen. In 2010 ging hij met Jans mee naar Heerenveen, waar hij in 2011 moest vertrekken. En dan ben je iets meer dan 2 jaar geleden vertrokken bij FC Groningen. Hoe is het om dan weer op deze manier terug te zijn? Blijft apart. Ja, dus ook de club waar ik het langst heb gewerkt. Met heel veel plezier. En ja, ook heel veel succes ook gehad. En ja, dat werkt altijd motiverend. En het is altijd weer goed om terug te komen. En bekende mensen weer te zien. En ja, het kriebelt nog steeds. De volgende tegenstander van FC Groningen, SC Heerenveen, heeft Liebrechts inmiddels ook al gezien. Ja, Heerenveen ook bekeken. En, nou, wat daarvoor verrassing aan is het systeem eigenlijk. Hè, met 5 verdedigers, wat je niet veel meer ziet. Maar spelen wel heel effectief en creëren heel veel kansen. En ook gisteren maken ze veel doelpunten. Dus waakzaamheid is geboden.